ben hier bij het huis, bij de grote muur, waar wel één ventilatieroze zit om het vocht te verhelpen. Je ziet ook een beetje de kring omheen, daar is het redelijk droog. Maar de rest van de muur niet, we gaan kijken hoe we dat kunnen oplossen. Want aan de binnenzijde is er gewoon heel veel vocht in huis. Ik zal een video ook maken aan de binnenzijde, dan zie je dat zitten. En dan gaat het in ieder geval om, wat kun je doen? Wat kun je zelf doen, wat moet je laten doen om permanent op te lossen? En je kunt veel meer dan een extra roze plaatsen, wat natuurlijk redelijk lelijk is. En dat gaan wij bekijken in het bericht. Want zelf ben ik geen voorstander van heel veel roosters. Er zijn andere betere oplossingen om vocht van de binnenzijde te weren. Bij gewoon de muur voor de rest in stand te laten. Maar gewoon additioneel toevoegingen doen. En niet alleen hier proberen, maar ook gewoon van de onderkant maatregelen nemen. En natuurlijk van de bovenkant. En natuurlijk gewoon op het geveloppervlak. Maar goed, alle oplossingen voor de vochtbestrijding zal ik in het bericht zetten. En dan mocht je dit op YouTube zien, zal ik de link even onder deze video zetten.